Hij was het al half vergeten. Luca Vriesacher van de Windhoekschool hing voor de zomer een wens aan de wensboom op de tentoonstelling Kom, kijken en doen. Almelo Groen. Het IVN organiseerde deze tentoonstelling voor de basisscholen in het Stadsmuseum. Een roze boom stond op het groene wensblaadje van Luca. Er kwam een boom en die moest helemaal komen van het wevershuisje in de stad. En dat ging met de nodige krachttoeren gepaard. Er wordt hier een boom geplant. Dat is niet zomaar een boom, hè? Nee, inderdaad. Het is een wensboom. Een wens die in vervulling gaat. Want op de tentoonstelling van het IVN in de zomer, toen hadden leerlingen van het Windhoek, die hadden een wens gedaan. Eigenlijk drie wensen. Een roze boom, een boom met een nestkastje en bloemen. En toen dachten wij van het IVN, eigenlijk moeten we dat honoreren. Want als je een wens doet en hij komt uit, dat is natuurlijk maar heel leuk. En hebben we gedacht, drie wensen in één. Een boom. Helaas is die niet roze, maar wit. Er kan een nestkastje in. En er komen natuurlijk bloemen aan. En daar komen de bijen op af. Dus hebben we alle drie wensen in één gecombineerd. Ja, dat is een krachttraining. En dan moeten wij natuurlijk omhoog. Hè? Stap, stap, stap. Stap, stap. Ja, hier. Ja, zo. En dit is de oude S. Er heeft hier een oude S gelegen voor boerderij Kleijsen. Uh-huh. En die boerderij heeft gestaan waar nu de Prestapelle staat. Oh. Dan kun je op een oude landkaart kun je dat zien. En daar lag een sloot, een wettering. En die voert het water af. En dit is een oude akker. Dus dankzij boer Kleijsen, al lang begraven denk ik, hebben wij een mooie grond. Dan kan die boom goed groeien. Uh-huh. En dan krijgen we op termijn de mooie appels, mooie zoete handappels. Je kunt rechtstreeks uit de hand met de hand eten. Oké, langzaam zakken. Kop omhoog en de kop naar beneden. Ja. Ja. Trap er eens op, trap hem naar beneden. Ja, nog een keer. Dieper. Nog dieper. Oh ja. En daar die. Water vast erbij, Henk, of niet? Die grond die moet er mooi tussen vallen, dat is de bedoeling, mooi tussen de wortels. Ja, mooie losse grond. Niemand. We maken niet uit. En weet je waarom we nu die boom verpoten? Nee. Nu het blad eraf, hij is nu eigenlijk in de slaaptoestand. Hij blijft slapen tot de lente, tot maart. Dat is zeker, hè? Ja, zo. Ja. Ja, kun jij nog even met een gieter met water deze kant op komen? Een roze boom? Waarom een roze boom? Ja, omdat ik altijd een spel speelde. Wat toen in was. En toen dacht ik van ja, dan kunnen we wel een roze boom planten.